Alle basisscholen in Overijssel. Een groen schoolplein in 2025. Dat is de ambitie van de provincie Overijssel. Want natuur speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Ik vind het heel leuk. Ik vind dat het een hele leuke sfeer is, ook als je buiten aan het spelen bent. Want dan zie je al die bloemen en planten en bomen. En je kunt ook heel goed verstoppertje spelen. De glijbaan is leuk. Daar is een boomhut, ook ja, een waterpomp. Doe ik iets minder, maar ja, ook leuk. Want we hebben nu daar en daar twee bossen, maar dat was eerst niet. En we hadden ook geen waterpomp of geen buitenklas. En dat was er ook niet, dus het was eigenlijk gewoon heel kaal. Ik denk dat dit schoolplein leuker is, want er is meer gras en meer bomen. En op een gewone schoolplein met tegels en zo, er is niet zoveel te doen. De Jenapleinschool in Zwolle heeft in 2018 een groen schoolplein gerealiseerd voor de onderbouw. De Michaelschool, eveneens uit Zwolle, heeft al sinds 2016 een groen schoolplein. We zijn heel tevreden over wat er nou staat. En als we dan zien hoe onze kinderen hier spelen. Ja, wij merken dat kinderen heel anders gaan spelen. Dus er is veel meer keus in het soort spel. Je kan veel beter verstoppen, je kan veel beter klimmen, er is een boomhut. Er zijn allerlei leuke plekken die aanleiding bieden om een bepaald spel te spelen. Het spel is nu veel creatiever. Maar ook echt ontdekken. Er zijn veel hoekjes, plekjes waar kinderen hutten kunnen bouwen, in de bladeren van alles kunnen zoeken. Beter kan niet, dit wil je graag. En wij hebben gemerkt dat kinderen ook veel minder aan het pesten zijn of met elkaar. Ze vervelen zich niet meer. Ze zijn allemaal actief bezig. En we hebben het als pleinwacht eigenlijk een stuk makkelijker gekregen. Wij vonden het belangrijk om zo'n groen schoolplein te maken, omdat we de kinderen graag meer natuur wilden laten beleven. Dus echt groen, plantjes, bomen, maar ook spelen in de natuur. In deze maatschappij waar kinderen al heel veel binnen zijn en veel achter schermpjes zitten, is dit plein is groen. Er is natuur, er is volop te ontdekken. Ontdekken en uitdagen. Om een groen schoolplein van de grond te tillen, is het belangrijk om met verschillende partijen om de tafel te gaan. De buurt, we hebben het hek daadwerkelijk doorgeknipt en de buurt uitgenodigd om echt hier te spelen. Maar we hebben ook heel veel met kinderen en ouders gedaan. Dus ouders waren zeer betrokken, hebben heel veel gedaan, heel veel werk verzet. Maar ook kinderen. We hebben met z'n allen, met de hele school, alle stenen eruit gehaald en doorgegeven naar de andere kant. Dus de kinderen waren eigenlijk van meet af aan heel erg betrokken bij het hele proces. En daardoor is het echt hun plein geworden. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanleg van een groen schoolplein. Natuurlijk vanwege de betrokkenheid. Je doet het voor je eigen kind, dus er komt veel enthousiasme bij. Maar het drukt ook ontzettend de kosten. En we hebben een heel aantal oude dagen, meewerkdagen georganiseerd, waar gewoon heel veel hulp was van een groep ouders. Ja, dat scheelt gewoon heel veel. Want vele handen maken licht werk. We hebben zelf een sponsorloop gedaan en we hebben heitje voor een karweitje gedaan thuis om geld in te zamelen. Bij spelen hoort vies worden. En op een groenplein word je viezer dan op een tegelplein. Je hebt zand onder je schoenen en je hebt een keer modder aan je broek. Maar ja, dat hoort bij kind zijn volgens mij. Ja, we hebben laarzenkasten en dan wordt de gang niet zo vies. En dan als je naar buiten gaat, dan trek je laarzen aan. En als je dan weer naar binnen gaat, dan trek je laarzen weer uit en dan zet je ze neer in de laarzenkast. Dan blijft de gang ook beter schoon. Nou, de laarzen aan, dat vind ik zelf ook wel fijn, want dan worden je schoenen niet zo vies. Buiten hebben we ook al voorziening geplaatst met stamproosters en een goede mat. En dan valt het reuze mee in de school, dus niet viezer dan vroeger. Soms ook met de klas gaan naar het buitenlokaal. Soms werken we daar, maar niet zo vaak. Buitenlokaal is natuurlijk ontzettend leuk om buiten les te hebben. Maar we gebruiken het ook om gewoon gezellig te picknicken, lekker in het zonnetje. Of we hebben een bijeenkomst met ouders voor een jaarfeest. Dus het is eigenlijk multifunctioneel. We kunnen het voor allerlei dingen gebruiken. Goede tips als je een schoolplein gaat realiseren. Zorg voor een goede ontwerper. Zorg voor een goede uitvoerende partij die veel creativiteit en veel kennis meeneemt. Organiseer een sponsorloop. Dat bracht ontzettend veel geld binnen. En hergebruik veel wat je al hebt. Het is een schat en rijkdom vaak al op een plein. Alleen je moet het anders inzetten.